Goedemorgen, het is woensdag 24 maart. Ethics viert deze week de liefde voor het vak. En vandaag staat in het teken van de liefde voor het vak risicomanagement. Deze podcast gaat over behavioral risk management. We gaan beginnen. Goedemorgen luisteraars en kijkers via ons YouTube-kanaal. Mijn naam is Jochem Sluis en ik ben partner bij strategisch adviesbureau Ethics. En we gaan het vanochtend in deze podcast hebben over behavioral risk management. Daarvoor zijn bij mij in de studio aanwezig Lene de Rijken en Jurgen Hel. En achter de schermen is ook nog aanwezig Sepp Ransijn. Sepp en Lene zullen gedurende de uitzending even een switch maken. Welkom allemaal. Leendert, je bent ervaren risicomanager binnen de financiële sector. Jurgen, jij bent al 25 jaar organisatiepsycholoog. En je bent ook associate professor organisatiepsychologie aan de Radboud Universiteit. Ja. Een hele brok ervaring als het gaat om behavioral risk management hier aan tafel vandaag. Voordat we gaan inzoomen op het onderwerp, stel ik deze week iedere ochtend aan mijn gasten de vraag: wat tekent nou voor jou de liefde voor jouw vak? Jurgen, wat tekent voor jou de liefde voor jouw vak? Ja, de liefde voor mijn vak. Nou ja, mijn vak is de psychologie. En ik ben wel altijd als consultant actief geweest. Dus de liefde voor mijn vak zit hem in die psychologie. En het willen begrijpen van mensen. En hoe mensen doen en denken. En dan met name hoe ze dat doen en denken binnen organisaties en wat dat voor een impact heeft op een bedrijf. Dat heeft mij altijd geboeid en ik vind het prachtig dat je daar als consultant met heel veel verschillende organisaties kan kennismaken. En met heel veel verschillende mensen en culturen kunt werken. Dat is ja, de liefde voor dat vak die koester ik wel. Ja. Mooi. En je noemt al mensen, je noemt al culturen. Volgens mij had je het ook al over gedrag. Nou, dan hebben we behavioral risk al wel te pakken. Is dat dan ook, als het gaat om risicomanagement, is dan de... Ja, ik hoor altijd, je hebt een systeemkant, je hebt een menskant. Is dan echt die menskant van dat risicomanagement? Is dat wat jou drijft ook in jouw vak? Dat is wel vooral waar mijn aandacht het meeste naar uitgaat. Het is ook bij risk, hè, bij risico en bij risicomanagement, is het denk ik in de geschiedenis zo geweest dat we vooral hebben gefocust op die systeemkant van risico. Hoe moet een organisatie, hoe moet men zich organiseren om risico's te voorkomen? Hoe kan je het werk veilig organiseren? Je ziet het eigenlijk heel mooi, vind ik. Ja, mooi is niet het juiste woord, maar pijnlijk zoals we dat allemaal nu ervaren in de coronacrisis. Dan kan je zeggen, daar zit een systeemkant aan. En je zou kunnen zeggen, dat virus waar we mee te maken hebben, dat is risico, dat is risk. Maar we ervaren ook dat risico heel erg afhankelijk is van hoe we ons als mensen daarmee verhouden, daartoe verhouden. En hoe we ons gedragen ten opzichte van dat risk. En dat is met name de vraag die mij altijd boeit en die ons ook heeft geboeid in het maken van een instrument. Die menskant van risicomanagement. Ja, die dus samengaat met de systeemkant. Ja, je kan zeggen dat we bevinden ons in een omgeving waarin, ja, het hele leven is een en al risico. Het systeem om ons heen. En tegelijkertijd maakt het heel veel verschil hoe we ons daarin gedragen. En ook hoe we ons op organisatieniveau daarin gedragen. En daar valt ook veel nog winst te behalen of veel te beïnvloeden. We kunnen door een goede manier van risk management en ook door op het bestuurlijk niveau je heel erg bewust te zijn van die psychologie ook van risk, kun je wel degelijk organisaties ook weer veiliger maken. Oké, dus die winst valt nog te behalen als je kijkt naar het risicomanagement. Ja. En je noemt al heel mooi, zeg maar, de dag van vandaag. Hè? We zitten met het coronavirus allemaal nog steeds. Gedrag, enorm belangrijk. Leendert, jij loopt ook al heel lang rond in de financiële sector. Even los van zeg maar het moment van waar we op dit moment met z'n allen in leven.
Als je gewoon even kijkt naar de normale gang van zaken in een organisatie, jouw ervaring in de financiële sector. Waarom is het dan zo belangrijk om die gedragskant van het risicomanagement te benaderen? Ja, één heeft dat te maken met wie is mijn klant? Als je van de klant weet wat de risicohouding en wat het risicogedrag zou kunnen zijn, wat die personen, die mensen ten grondslag hebben aan hun gedrag in termen van risicohouding. Dat is heel nuttig om te weten, want dan kun je je producten daar bijvoorbeeld op afstemmen. Met name in de financiële sector kun je dan denken aan beleggingsproducten of pensioenproduct of een verzekeringsproduct. Dus dat is een mooie kant van het in kaart brengen van wat is nou eigenlijk die risicohouding, wat is de risicobereidheid van een klant. Daarnaast is het ook van belang om van jezelf als organisatie te weten, met name het bestuur, maar ook andere mensen in de organisatie. Ja, hoe reageren wij als mensen binnen deze organisatie op risico's? En dat begint toch wel bij het in kaart brengen weer van de risicohouding, omdat dat heel erg bepalend is voor hoe je uiteindelijk omgaat met risico's. En ik zeg ook vaak wel eens, risicomanagement is niet de wetenschap of het vakgebied om risico's te verkleinen. Nee, het is juist om risico's in lijn te brengen met wat is mijn risicohouding, wat is mijn risicobereidheid. Dat je van tevoren hebt nagedacht over wat wil ik wel en niet meemaken. Oké, heel interessant, Leendert. Als ik het in mijn eigen woorden zou moeten samenvatten, zeg je, ja, het is enorm belangrijk om twee redenen. Eén is het bewustzijn van je eigen gedrag en het gedrag van de mensen om jou heen binnen de besluitvorming, binnen een bestuur, enorm belangrijk. Maar twee is, je kan er ook naar handelen als je het hebt over de risicohouding en risicobereidheid van je deelnemers of van je eventuele klanten. Dan kun je daar je product op aanpassen. Dus die twee dimensies zijn belangrijk in het behavioral risk. Nou valt een aantal keer de term risicohouding en risicobereidheid. Wat bedoel je daar dan precies mee? Ja, de risicohouding is wat meer het anker wat je als mens in je hebt zitten van hoe jij vanuit je persoonlijkheid naar risico's kijkt. En dat proberen we met het instrument wat Jurgen net benoemde, willen we dat ook in kaart brengen van hoe ziet dat anker eruit. En met risicobereidheid bedoelen we meer van, ja, maar welke principes heb jij dan die je hanteert om naar risico's te kijken in de zin van, wat wil ik wel en niet meemaken? En dan krijg je dus een normenkader waar langs je risico's kunt beoordelen. En normaal zit dat heel impliciet in ieder mens. Wat wij met het instrument willen doen is dat echt expliciet naar boven brengen. Zodat je dat dus echt veel concreter je producten daarop zou kunnen aanpassen. Maar ook aan de bestuurstafel bijvoorbeeld het veel explicieter kunt hebben over maar jij maakt nu deze keuze of jij stelt dit voor. En dat heeft te maken met jouw risicohouding, jouw risicobereidheid. Of je bent hier tegen en dat heeft dan ook weer te maken met die risicohouding en die risicobereidheid. Oké, dus echt aan de bestuurstafel, daar probeer ik nog een beetje naar te zoeken, Leendert. Hoe ziet dat er dan uit, hè? Zo'n risicohouding aan de bestuurstafel? Je zegt dat is een anker, maar nou moeten we een besluit nemen aan de bestuurstafel. En ik ben daarvoor en jij bent daar tegen. En hoe ziet dat er dan uit? Hoe ga je dan om met die risicohouding die ik dan heb? Ja, nu wordt het interessant, hè? Jij bent daarvoor en hij is daar tegen. Nou, en dan zit je samen aan de bestuurskamer. Of in de bestuurskamer. En dan is de vraag, precies wat jij ook zegt, wat willen we nou wel en niet meemaken als organisatie? Welke risico's willen we wel en niet lopen? Ja, en daarom is het expliciteren daarvan ook zo belangrijk. Want dan kun je dus van tevoren vaststellen van wat is mijn risicohouding? Wat is mijn risicobereidheid? En dat is namelijk niet iets wat je alleen maar als bestuurder bepaalt. Je moet het met elkaar bepalen. Dus daarom zeggen we ook, bestuur, besturing is uiteindelijk ook van belang. Dus niet alleen de bestuurder. Dus je moet als bestuur samen ook tot een soort compromis komen, zou je kunnen zeggen. Van wat is onze gezamenlijke uitgangspunt als het gaat om die risicohouding en die risicobereidheid. Dus dat moet je wel bepalen. Want anders dan krijg je inderdaad eindeloze discussies over wel eens niet eens. Maar het moet natuurlijk gewoon je gezamenlijke kader zijn. En daarom, als je het nog concreter maakt, wat we ook zien in de besluitvormingsproces, is dat er bijvoorbeeld gewoon een voorlegger bij
een besluit ligt. En in die voorleg is dat netjes aangegeven, want dit zijn de relevante risicobereidheidsprincipes die voor dit besluit relevant zijn. En op deze manier hangt dat samen met het besluit. Dus ook de onderbouwing vanuit de risicobereidheid. Ja, exact. Hey, en dat benoem je nu als wij zien dat dan in een voorleggen. Maar is dat ook in de praktijk zoals je dat ziet? Of is dat vanuit de theorie zoals jullie het graag zouden willen zien? Ja, wisselend, hè, denk ik. Je ziet wel zeker organisaties waar men heel expliciet ook gaat kijken naar wat is dan onze risicohouding? Hoe vertaalt zich dat in onze dienstverlening naar klanten toe? Pensioenfondsen zijn daar denk ik op dit moment een goed voorbeeld van. Want ja, daar is men ook vanuit de wetgeving nu verplicht om echt naar die risicohouding van deelnemers te kijken. Dat wil nog niet zeggen dat men altijd ook onderling als bestuur, maar dat geldt ook voor een managementteam van een organisatie, dat men ook onderling de discussie heeft gehad over, ja, hoe zit dat met onze risicohouding? Hoe zit ieder ook individueel? Hoe zitten wij er ook individueel als mens in? En welke beslissingen willen we daarmee nemen? Dat zie je toch nog maar weinig, dat men echt dat expliciteren van risicohouding en risicobereidheid en het met elkaar hebben over dat risicodenken, dat ook echt op managementteamniveau gebeurt, dat is nog wat zeldzaam, okay, helaas. Dus je haalt het pensioensituatie aan. Hè? Naar het nieuwe pensioenakkoord toe moeten inderdaad zometeen de pensioenfondsen dan per leeftijdscohort zelfs de risicobereidheid van de risicohouding van de deelnemers in kaart gaan brengen. En wat jij aangeeft is, ja, dat is allemaal hartstikke mooi. Dat zijn jullie nou verplicht. Maar bestuur, let wel even op. Dat moet je wel ook af kunnen zetten tegen hoe jullie daar zelf naar kijken. En hoe jullie dus, begrijp ik je zo goed? Of? Ja, ik denk wel dat heel belangrijk is om dat ook naast elkaar te zetten. En dat het zinnige, een zinnige exercitie kan in ieder geval zijn om te kijken naar wat willen onze deelnemers in de zin van risicobereidheid. Wat is hun voorkeur? En dat kun je dan ook uitsplitsen naar leeftijden, inderdaad. En tegelijkertijd ook, dan is zelf als bestuur in de spiegel te kijken. En hoe zitten wij daar zelf eigenlijk in? Want je kan bijvoorbeeld tot de interessante ontdekking komen. Hey, onze deelnemers vinden eigenlijk dat wij wel wat meer risico zouden mogen lopen met hun pensioen. En wat meer het accent op rendement zouden moeten leggen. Dat zou kunnen. En als je dan als bestuur daar juist heel risicomijdend in zit, dan is dat wel een goed signaal om jezelf eens even voor te houden. Te kijken, nemen wij dan wel de juiste beslissingen? Ja. Ah, mooi. En Leen, dit is misschien ook voor jou. Bij de pensioenakkoord gaat het inderdaad dan over het rendement. Hè, risico versus rendement wat er eventueel te behalen is. Met name toch gericht op hoe gaat nou je beleggingsportefeuille er dan voor jouw leeftijdsdeel uitzien. Maar gaat het SEC om, wat jullie betreft, echt om die risicorendementsafweging in termen van beleggingen? Of is dat breder? Hoe kijken jullie daarna? Nee, dat is inderdaad breder, omdat we ook vanuit de risk appetite value chain benadering kijken naar het geheel van een organisatie. Dus niet alleen wat het domein kapitaalmanagement betreft, wat we dan definiëren in het RAVC-model, maar juist ook IT, besturingsfilosofie, de operatie en reputatiemanagement. Dus het is eigenlijk alle facetten die in een organisatie van belang zijn, probeer je in die vijf domeinen samen te vatten als het ware. En daar inderdaad ex ante en ex post een risicohouding en een risicobereidheid toe te passen. Dus ex ante vooraf bepalen van wat is mijn normenkader en achteraf ex post bepalen van is mijn risicoprofiel echt binnen de kaders van mijn risicohouding en risicobereidheid gebleven, of is daar een afwijking aan te treffen en wat moeten we daar dan mee? Helder. Nou werd je antwoord iets technischer, maar ik begreep uit mijn antwoord, want je benoemde het risk appetite value chain. Ja. Wat bedoel je daar precies mee, Leendert? Ja, dat is de methodologie die wij toepassen om het risicomanagement te structureren. Oké. Een denkkader. Oké, dat is puur een denkkader, een theoretisch denkkader. En wat jij zegt in de praktijk dan moet je via de verschillende domeinen die je daarin benoemt. Je benoemde IT, besturingsfilosofie, reputatiemanagement,
En operatie. En operatie. 5 domeinen. En binnen die domeinen moet je echt gaan afbellen. Oké, wat is nou risicohouding? En hoe verhoudt zich nou de praktijk en mijn besluitvorming ten opzichte van die risicohouding? Exact. Want in de theorie waar Seb straks ook nog over zal vertellen. En waar Jurgen ook heel goed in thuis is vanuit de psychologie. Daar wordt ook gesproken over domain-specific. Dus domein-specifieke risicohouding, risicobereidheid. En dat treffen wij inderdaad in de praktijk aan. Want besturen die hebben vaak op al die domeinen een toch wel uiteenlopende risicohouding en risicobereidheid vastgesteld. Oké, mooi. Nou ja, een heel mooi bruggetje denk ik ook. Nou, inderdaad, jij introduceerde SEP al. Want ik ben ondertussen wel benieuwd hoe we dat dan moeten gaan meten. SEP, kom aan tafel zitten. Maak even een kort wisselmoment met Leendert. Seb, ja, ik heb je aan het begin al geïntroduceerd. Mm-hmm. Welkom. Ja, we gaan het in het vervolg van deze podcast hebben over heel mooi die risicohouding en de risicodomeinen vanuit de behavioral risk kant. Maar hoe gaan we dat dan in kaart brengen? Hoe moet je daar dan als bestuur mee aan de slag? Oké, dat moet in de eerste plaats, zou ik zeggen, schakel psychologen in. Want het is vrij complexe materie. Wat wij weten van risk appetite. Er worden nogal veel termen door elkaar heen gebruikt. Wij beginnen zelf met risicohouding. En dat noemen wij echt de grondhouding vanuit je persoonlijkheid. Die bepaalt wat is jouw meest fundamentele houding, algemeen gezien, ten aanzien van risico's. Dat is erg globaal. Maar daarom is het juist wel van waarde om daarover na te denken. Want de persoonlijkheid en daarmee die risicohouding die daarvan uitgaat, dat is iets wat je meeneemt naar elke situatie. Dus de waarde daarvan zit hem juist echt in het algemene plaatje. Tegelijkertijd, zoals Leendert ook al aangaf, weten we dat risicohouding ook sterk domeinspecifiek kan zijn. En dat organisaties of personen tussen verschillende domeinen dus nogal kunnen variëren in hun risicohouding. En daarom moet je ook echt. Daarom is het ook wel raadzaam om echt goed te kijken naar buiten je algemene plaatje, ook dieper op één domein ingaan en daarin de juiste vragen stellen. En op die manier moet je ook goed onthouden dat er dus een trade-off is tussen globaliteit en nauwkeurigheid. Oké, en nou zei jij aan het begin zo mooi, nou, ik zou maar een psycholoog inschakelen. Ik heb er hier toevallig 2 aan tafel zitten, dus ik zit goed. En je zegt, dan moet je dat per domein globaal bekijken, dus echt die risicohouding en de diepte in. Maar hoe doe je dat dan? Is dat door middel van vragen stellen? Hoe gaan jullie daarmee aan de slag? Het allereerst waar wij mee beginnen, dat is dus het instrument wat Jurgen het ook al over heeft gehad. Daar beginnen we echt met vragen stellen, echt in zo'n vragenlijst format. En daar gaan we allereerst kijken naar persoonlijkheid. En daaruit krijg je dus echt die algemene risicohouding die ik net beschreef. En daarna zou je, die vragenlijst, dat is geen eindpunt. Dat is juist een beginpunt om die risicohouding te expliciteren. En is dat dan een vragenlijst die je aan bestuurders geeft, zeg maar? Of ga je daar ook mee naar de deelnemers toe? De persoonlijkheid, een vragenlijst over persoonlijkheid en hoe zich dat in risicohouding uit, dat is een vrij algemeen product. Want elk persoon heeft zijn eigen persoonlijkheid, logischerwijs. Dus dat kan je aan iedereen uitvragen. Het domeinspecifieke gedeelte daarentegen, dat is waar je echt goed uit moet gaan splitsen of je het hebt over bestuurders van een organisatie of zeg pensioendeelnemers. Want die domeinspecifieke risico's, voor een pensioendeelnemer uit zich dat in zijn beleggingsportefeuille, simpel gezegd. En een organisatie, het bestuur van een organisatie, van dat pensioenfonds, die krijgt ook met hele andere risico's te maken. Dat zijn die domeinen die Leendert net aangaf in de RAVC value chain. Een deelnemer in een pensioenfonds, die heeft niets aan die vragen en die kan die ook heel moeilijk beantwoorden. En een bestuurder, als je die vraag aan een bestuurder gaat stellen, dan levert dat juist enorm waardevolle informatie op. Ja, hey, en als we dan toch naar die deelnemer gaan, hoe ziet dat er dan uit? Want dan heb je wat minder
zeg maar, de dialoog die je dan misschien aan kan gaan. Althans, als ik even naar mijn eigen pensioenfonds kijk, waar ik bestuurder mag zijn. Ja, dan zou ik in dialoog met 35.000 mensen moeten om dat in kaart te gaan brengen. Hoe zie jij dat voor je, Jurgen? Nou ja, dat is het voordeel van een vragenlijst te gebruiken die je ook online kan afnemen. En ja, misschien nog even over die vragenlijst. Psychologen zijn altijd dol op, hè? Vragen stellen en antwoorden geven vinden ze dan wat moeilijker. Maar we hebben hier wel echt geprobeerd, en ik denk dat het ook gelukt is, om in die vragen heel systematisch uit te vragen hoe de afweging is tussen risico en rendement bij mensen. En naar de pensioendeelnemer kijken we dan, behalve naar die basishouding, die risicohouding, kijken we ook heel erg naar wat is je risicobereidheid en ook wat is je risicodraagkracht. Want we hebben het ook over kapitaal, wat jouw inkomen inhoudt en hoeveel risico kan je ook daarmee lopen, hoeveel draagkracht heb je daarmee in. Dus dat zijn de elementen die we specifiek voor die pensioendeelnemer uitvragen. En dat is een gemakkelijk af te nemen vragenlijst die je online kan doen, begrijp ik wat je zegt. Ja, en die kan je dus ook voor grote aantallen doen. Het interessante is ook, dan kan je ook bijvoorbeeld leeftijdsgroepen uitsplitsen. Dan kan je ook organisaties met elkaar vergelijken. Je kan ook pensioenfondsen met elkaar vergelijken. En je kan bijvoorbeeld ook de vergelijking maken tussen de organisatie die het pensioen beheert en de deelnemers die daar hun regeling hebben. Ja, exact. Dus, ja, want daar zou mijn volgende vraag eigenlijk naartoe gaan. Stel dat ik dat doe als bestuurder, of ik heb als bestuurder die psycholoog ingehuurd. Die gaat die vragenlijst afnemen met mijn deelnemers. Wat krijg ik daar dan voor terug? Ja, dan heb je in ieder geval voldoe je daarmee al aan een eis die de wet op dit moment stelt. Namelijk dat je de risicohouding van je deelnemers wordt geacht te onderzoeken en in kaart te brengen. En dat is dus, ja, zeg maar, formeel kun je daarmee al een heel eind aan die verplichting voldoen. Wat niet het belangrijkste is volgens mij. De geest van de wet is wat dat betreft hier wel belangrijker. Onderzoek wat je klanten willen. En stem ook daar jouw beleid op af. En dat is wat je met zo'n meting ook terugkrijgt. Daar krijg je dus een goed beeld van op het moment dat je zo'n instrument inzet. Oké, en hoe ziet dat beeld er dan uit? Want vervolgens moet ik natuurlijk gaan bepalen per leeftijdscohort. Nou, dan ga ik daar wat hoger in de zakelijke waarde zitten of iets meer in de vastrente waarde. Hè? Oftewel, ik moet mijn beleggingsbeleid daar ook enigszins op aan laten sluiten. Ja, zie dat ik dan is niet een kwestie van een formule toepassen dan. Nee, hè? Exact, als het dit uit de resultaten komt, dan moeten we die beslissing nemen. Maar dat zal altijd weer een discussie moeten zijn. Dat het altijd een dialoog zijn op basis van die systematische gegevens die je hebt verzameld. Op basis van die objectieve en betrouwbare gegevens die je hebt verzameld. Op basis daarvan ga je beslissingen nemen over je beleggingsbeleid. En want dat zou voor mij nog even zoekende zijn. Krijg ik dan terug van, hey, maar dit leeftijdscohort heeft een hogere risicohouding dan het andere leeftijdscohort? Of zitten daar gradaties in? Of hoe moet ik dat voor me zien? Bijvoorbeeld, dat zou een uitkomst kunnen zijn. Hè? Je kan inderdaad die uitsplitsing maken. Nu zie je dat vaak verondersteld wordt. Naarmate mensen jonger zijn, willen ze wel wat meer risico lopen met hun pensioen. Dat hoeft ook niet altijd waar te zijn. Dat moet je juist voor jouw populatie eens goed in kaart gaan brengen. Goed toetsen. En de complexiteit die dat met zich meebrengt, is dat dan eenvoudig te maken? Is dat dan inzichtelijk te maken? Nou, Sepp is het allemaal heel eenvoudig voor. Ja, dat het is zeker eenvoudig te maken als je weet waar je moet beginnen. Zoals ik net zei, begin eerst eens bij die persoonlijkheid. Dat is vrij algemeen, dat kan je bij iedereen uitvragen. Dan heb je al een soort hele grove schatting hoe iemand met risico omgaat. En daarna, dat biedt dan juist een handvat. En dan kan je verder in de domeinen gaan kijken om juist echt steeds precies wat nauwkeuriger uit te gaan diepen. Hoe iemand op een bepaald vlak in de wedstrijd zit. Dus bijvoorbeeld met zijn pensioen. Dus wat je volgens mij tegen mij zegt, is dat is juist wat we doen. Dat complexe risicohouding van die complexe bestuurders en soms
wat minder complexe deelnemers. Maar dat gaan we juist eenvoudig maken en inzichtelijk maken. Ja, dus inderdaad. Okay. Dat is eigenlijk precies wat wij doen met dat instrument onder andere. Wij ontstapelen juist dat hele abgrote begrip risicohouding. En wij delen hem op in stukjes en we beginnen algemeen. En dan maken we het steeds specifieker en daarmee steeds nauwkeuriger. Oké, nou, dat is hartstikke fijn, denk ik. Ja, ik kijk even naar de tijd en we lopen al richting het einde van deze podcast. Maar ik wil deze podcast niet afsluiten voordat ik een vraag die ik deze week aan iedereen stel aan het eind van mijn podcast. En dat is, Jurgen, ik zal deze aan jou adresseren. Als er nou één boodschap is die jij bestuurders van organisatie wil meegeven als het gaat om behavioral risk en het in kaart brengen van die eigenschappen bij je klant of binnen jouw bestuur. Wat is dan jouw boodschap? Dan zou mijn boodschap zijn, maak jouw risicohouding expliciet. En heb het er ook met elkaar over als bestuur, hè? En als management in de organisatie. Dus maak het expliciet. Onderzoek hoe staan wij eigenlijk ten opzichte van risk. Hoe risicobereid zijn we nu en hoe risicozoekend of mijdend zijn we met z'n allen? Wat zijn ook de verschillen die we binnen ons managementteam of binnen ons bestuur kunnen zien? Want dat is ook interessant, hè? Om te kijken naar, hebben we voldoende countervailing power in ons team om ook risico's goed te voorkomen? Of zetten we niet aan de te benauwde kant waarmee we alle risico's proberen uit te sluiten? Dus maak het expliciet, maak dat inzichtelijk. En vervolgens ook heb met elkaar het gesprek daarover. En kijk hoe je daarop je besluitvorming ook kan aanpassen. Dat lijkt me een hele mooie boodschap. En ik hoorde jou in dat laatste boodschap nog zeggen dat ook die diversiteit juist zo belangrijk is voor de besluitvorming aan tafel. Ja, absoluut. Dat is ook het voordeel van beslissingen in een team nemen. Iedereen heeft daar zijn eigen invalshoek bij. En zo kan je soms een beter gecalculeerd risico nemen. Grote valkuilen kan je uit de weg gaan. Maar dan moet je wel met elkaar de discussie daarover hebben. Wat je toch ziet, dat is in de literatuur, kun je dat heel mooi terugvinden. De leiders, zeg maar, die op een bepaald moment echt struikelen en onderuit gaan in hun functie, hebben heel vaak lees De Prooi er maar op na bijvoorbeeld, hebben heel vaak te weinig tegengas gehad in de risico's die ze zijn aangegaan. En dat zou je juist wel moeten doen. En die diversiteit juist moeten koesteren en maar ook moeten onderzoeken. Nou, misschien nog een keer een onderwerp voor een volgende podcast, want dat lijkt me wel heel interessant nog. Dankjewel. Luisteraars, kijkers, dit was hem alweer. Ons podcast over behavioral risk management. Ik wil heel graag bedanken Lene de Rijken. Hij zit niet meer aan tafel, maar enorm bedankt voor je inbreng. Seb, enorm bedankt. Jurgen, enorm bedankt. Luisteraars, kijkers, bedankt voor jullie interesse. Vergeet niet, vandaag staat nog de hele dag in het teken van de liefde voor het vak risicomanagement. En er komen nog meer podcasts online, allemaal te vinden via onze website www.ethics.nl en via ons YouTube-kanaal. Tot zover, tot bij de volgende podcast.